Wie zou het eerst de plastische chirurgie ondergaan? 3, 2, 1, Jacinta. Nee, weet ik jawel, echt niet. Jawel, ik heb al een hele grote p. En nee, ja, jouw tieten zijn nog niet zo groot, dus die, daar kan wel wat bij hoor. Hey mensen van de games, vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben hier vandaag samen met een meisje die jullie, ja, die hebben jullie waarschijnlijk nog niet eens gezien. Wie ben jij eigenlijk? Thuis zelf eens even voor, wie ben jij? Ik ben Jacinta. Nee, dat was een grapje man, hè? Jongens, ik heb een heel erg leuk nieuwtje. Zoals jullie zien, ik heb een ring om mijn vinger. Zoals jullie zien, Jacinta heeft ook een ring om mijn vinger. We gaan trouwen. Echt waar, we gaan echt trouwen. Echt waar, geen grap, echt niet. Nee, we hebben een jaar samen vandaag en dat is best wel leuk. Ga niet trouwen. Jawel, maar nu nog niet. Ja, dat is super leuk en we hebben beide besloten om ringen te kopen, want ik vind het best wel vet. En ik laat ze even van dichterbij zien. Dit is mijn ring en daarin staat Jacinta. En dat is Jacinta haar ring, ook een super mooi dingetje. Ja. En daar staat mijn naam in. Hey jongens, wat we vandaag gaan doen is even feesten, want ik ga over op school. Jongens, ik had het echt niet verwacht. Maar ik ga gewoon naar VWO 6. Het is nog niet 100% zeker, maar zo goed als zeker. Dus ja, ik ben blij. Ben je ook blij voor mij? Ik ben heel blij voor jou. Ja, want dit was echt een stressig kutjaar, maar het is gelukt. Maar niet over school praten, want YouTube is geen school. En fuck school gewoon. Ik vind het zo stoer nu, want ik heb nu gewoon, als ik een middelvinger doe, zie je mijn ring. En dan denk je van, wow, rijke tatabot. Hij strolt. Maar jongens, wat we vandaag gaan doen is best wel leuk. We gaan vandaag namelijk de Most Likely To tag doen. En voor de mensen die niet weten wat het is, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Maar het concept is super simpel. Wie zou het eerste? Puntje, puntje, puntje. En dan hebben we allemaal zinnen onder elkaar. En dan gaan we zeggen wie is eerste wat zou doen. En dan tellen we af van 3, 2, 1. En dan moeten we die naam zeggen. Of Harm of Jacinta, dat zeggen we dan. En that's it. En als je het nou nog niet snapt, hey, doe net zoals mij goed je best op school. En dan komt het wel jongens, dan komt het wel. Laten we beginnen. Duimpie. Wie zou de eerste multimiljonair worden? 3, 2, 1. Harm. Yes. Ja, sowieso, kijk. Ja. Het is gewoon logisch. Ja, maar jij bent zo ondernemend. Ja, ik ben gewoon YouTuber. Ik heb YouTube stacks. Money G. Ik. Wie zou het eerste huilen in het openbaar? 3, 2, 1. Jacinta. Ja, dus, je hebt het zelfs een keer gedaan, joh. Jij jankt echt altijd gewoon. Helemaal niet. Ja, nee, het is niet normaal, joh. Echt niet. Wie zou het eerst lachen op het verkeerde moment? 3, 2, 1. Jacinta. Jacinta. Ja, sowieso jij. Ik denk bijvoorbeeld, dan is er iemand overleden. En dan maakt iemand een soort van vaag grapje bij de begrafenis. Ja, zo, en dan iedereen kijkt je af van, joh, er is iemand overleden. Heb je een beetje respect? Zo. Helemaal ik zie niet, dat jou zo doen. Waar. Echt, jawel, jawel. Nee, daar heb ik echt wel respect voor. Jawel. Nee, dat ook niet. Nee, grap. Jullie weten wel wat ik bedoel. Wie zou het eerst de meest dronken persoon op een feestje zijn? 3, 2, 1, Harm. Ga er niet over uitwijken, het is gewoon zo goed. Op naar de volgende. Wie zou het eerst zich verslapen? 3, 2, 1. Harm. Ik weet het niet. Ik verslaap me nooit. Nee, jij verslaapt je niet. Ja, ik inderdaad. Jij blijft echt een kwartier in je bed liggen en dan val je weer in slaap. Want, ja, nee, maar nooit. Voor school verslaap ik me echt nooit. Serieus. Ja, maar je ik komt wel kom dan altijd te laat op tijd. Hoor. Nee, nah, echt niet. Ik ben nog nooit een keer te laat gekomen. Oh, Poppy. Zo bedankt. Wie zou het eerst zich druk maken om de kleinste dingen? 3, 2, 1. Jacinta. Altijd. Jongen. Sorry, zo ben ik. Echt erg. Nee, dat vind ik echt erg. Je maakt je soms zo druk om echt niks gewoon. Jongens, neem geen vriendin. Oh, prank. Auw, een slijm ook nog. Wie zou het eerst de plastische chirurgie ondergaan? 3, 2, 1. Jacinta. Nee, weet ik jawel, echt niet. Jawel, ik heb al een hele grote p. En nee, jouw tieten zijn nog niet zo groot, dus daar kan wel wat bij hoor. Ja, daar gaan we ook niet over uitwijken, jongens. Wie zou het eerste iets belangrijks vergeten? 3, 2, 1, Jacinta. Harm. Huh? Hoezo ik? Wat is belangrijk? Ja, weet ik ook niet, maar ik vergeet niet zo snel dingen hoor. Nee, kijk, ja, jij ik hebt het wel druk. Jij vergeet best wel ja, snel okay, dingen hoor. Okay, dus van, oh shit, zo dat. Je hebt 3 seconden om na te denken. Ik kan niet in 3 seconden nadenken. Wie zou deze struikelen over haar eigen voeten? Of zijn eigen voeten? 3, 2, 1, Jacinta. Jij kan echt niet lopen. Oh, echt wel, maar nee. Nee, jij kan je eigen voeten gewoon niet zien. See what, see what I did there. Kijk naar beneden, zie je eigen voeten niet eens.
Wie zou het eerst een week niet douchen? 3, 2, 1, Jacinta. Jongens, echt serieus. Ik dacht altijd dat meisjes elke dag douchten. Maar Jacinta niet. Hey, jij bent echt niet elke dag, want daar heb ik echt geen tijd voor. Jacinta is echt een beest, jongen. Nee, zonder grap. Ja, maar je hoeft echt niet elke dag te douchen, hoor. Ja, maar jij vergeet echt gewoon vaak te douchen, hoor. Serieus, dan maak ik echt... soms geen tijd voor. Ja, geen tijd, man. Je moet een beetje op je hygiëne letten. Ik dacht serieus echt... Ja, ik ben echt wel hygiënisch, hoor. Ik dacht echt dat juist een prinsesje was van douche dit, douche dat. Ik moet goed en hygiënisch. Nee. Echt niet. Elke dag te douchen, hoor. Nou ja, één keer in twee dagen sowieso, maar ja, dat ben je ook dat lang echt niet. Wel. Nee, echt wel. Dat als je sowieso bij mij, wel. Als, nee, meestal nee, helemaal niet. Als je bij mij een weekend bent, doe je het nooit. Nee, omdat ik dan... Dat is drie dagen. Ga ik dat is drie dagen. Dan. Dat is drie dagen. Nee, helemaal niet. Oh ja, ik heb trouwens mijn haar is weer een beetje kat, zoals jullie zien. Dus duimpje omhoog. En jongens, laat even weten of het leuk is of niet leuk, duimpje. Wie zou het eerst trouwen voor geld? Ik vind dat zo vies. Nee, we gaan niet eerst gokken. Ik denk dat jij dat ook ver... ben je... 3, 2, 1, je zit Harm, nee, ik echt niet. Ja, nee. Nee, ik vind het echt vies. Denk van, je dat er voor zijn mij? Echt van die jonge vrouwen die echt met van die oude vieze mannen trouwen. Echt puur voor het geld. Dat vind ja, ik echt nee, zo vies. Waarom? Echt waarom? Wie zou het eerst een verre reis in deur eentje of in zijn eentje maken? 3, 2, 1, Harm. Ja. Wie zou het eerst al zijn geld of al haar geld aan een goed doel schenken? 3, 2, 1. Eén, Jacinta. Ja, dat denk ik. Ja. Ik weet niet. Ja, ik vind goede doel echt super goed. Maar al je geld er naartoe gooien, nee, echt niet. Echt nooit. Mensen denken van, ja, je moet wel ook geld over hebben voor goede doelen en zo. Maar ik denk zo van, joh, denk eens even, nou, weet je wel wat dat goede doel precies doet? Want er zijn serieus ook goede doelen die... waarvan echt heel veel geld gewoon naar bijvoorbeeld de directeur gaat inderdaad. Die krijgt soms heel veel geld en natuurlijk is dat altijd wel een stomme smoes en zo. Maar heel vaak dan gaat dat geld niet eens naar dingen die jij ondersteunt of zo. En daarom moet je er altijd goed over nadenken. Wow, waarom ben ik zo serieus aan het praten? Het is een leuke video. We mogen niet serieus doen. Nee, maar kijk, ik denk dan dat ik me meer laat verleiden door die schattige beelden en zo. Ja, dat is waar. Nee, ik niet. Dat heb ik niet. Nee, daarom. Dat valt bij mij wel mee. Wie zou het eerst 7 dagen per week kunnen sporten? 3, 2, 1, Harm. Yo, het is bijna vakantie en ik ga kapot voor sporten in de vakantie. Maar ik het gewoon chill vinden. Ik heb nu eindelijk tijd en school is nu eindelijk voorbij voor een paar weken en zo. Dus dan kan ik lekker veel sporten. En voor de mensen die afvragen wat ik voor sport ik doe. Ik heb 10 jaar gevoetbald. Maar daar ben ik nu vanaf gegaan in verband met weinig tijd. En wat ik nu doe is fitness. Ik vind fitness op zich wel chill. En hardlopen. Ik vind hardlopen, joggen vind ik super chill. 10 kilometer runnen en zo. Vind ik gewoon chill om te doen. Wie zou het eerst een kind willen? 3, 2, 1. Jacinta. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk maar dat ik vind baby schattig. Ja, ik ook. Maar ja, ik wil nu nog geen kind. Nee, ik ook niet hoor. Maar... Er zijn steeds veel mensen die nu al kind willen. En daar ga ik verder ook niet over uitwijken. Niet, want misschien wil sommigen van jullie ook al een kind. Dat begrijp ik op zich wel. Maar denk eens goed, nou, je hebt er nog een hele carrière voor je studie en zo. Dus je moet nu nog eigenlijk nog een kind willen. Ja. Nee, ik weet niet. Wie zou het eerst een tweede hond nemen? 3, 2, 1. Jacinta. Yes. Ja. Wie zou het eerst het huishouden laten verslonsen na een drukke periode? 3, 2, 1. Harm. Ja. Jacinta kwam hier net binnen en zei wat is hier een bende. Komt dat ik namelijk een super drukke week heb gehad en dan inderdaad nog. Maar ik denk dat wij beide gewoon best wel goed zijn in het huishouden en verzorging. Heel veel mensen die, ik zie altijd van die struggles van, ah ja, ik wil mijn kamer niet opruimen, dit en dat. Maar ik wil het na een bepaalde tijd, dan kan ik echt niet meer tegen dat het vies is en zo. En dan... ga ik echt een hele clean doen om mijn hele kamer heen. En dat, ja, dat vind ik op zich best wel positief. En dat is wel mooi. Maar inderdaad, soms laat ik mijn kamer ook een beetje verslonsen. Spijt je me kon hier net bijna niet lopen. Nee, inderdaad. Wie zou deze de bungee jumpen? 3, 2, 1. Harm. Ik. Ja. Je was niet tegelijk. 3, 2, 1, Harm. Yes. Ja, ik sowieso, denk ik. Ik vind het echt zo gaaf om dat een keer te doen. Ik wil zou dat echt doen. Nee, ik wil echt graag doen. Wie zou het eerst de groene vingers krijgen? Voor de mensen die niet weten wat dit is. Dat je gewoon veel gevoel hebt voor tuinen. Dat je tuinieren leuk vindt. En lekker met plantjes aan het bouwen. Lekker. 3, 2, 1, Harm. Jacinta. Huh? Hoezo jij? Ja, ik denk dat ik serieus dat eerder heb. Ik vind het best nog wel chill om planten zo. Tuintje onderhouden zo. Oh, lijkt dan me best mag jij dat doen later. Jij hebt echt geen groene vingers. Echt ja, maar niet. Ik vind bloemetjes zo plaatsen ja, wel leuk. Ja, dat is een verschil. Ik bedoel echt gewoon kijk, lekker in de tuin werken. Lijkt me ook wel een keer chill. Wie zou het eerst dan nooit meer chips kunnen eten? 3, 2, 1, Jacinta. Sowieso, ja, ik kan echt wel zonder chips hoor. Echt wel. Nou jongens, dat was de video weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Jacinta heeft ook een kanaaltje. Die staat in de beschrijving. En wij gaan vanavond nog even lekker genieten. Want we hebben namelijk een jaar. En box met die ring. Dus een high five. Yes, we hebben een jaar jongens. En nu op naar het tweede jaar.
Het gaat gezellig worden. De vakantie gaat ook superleuk worden. Verwacht echt chille dingen in de vakantie. Echt, ik maak geen grappen. Ik wil elke dag uploaden in de vakantie. Dat is sowieso een streven. Misschien wel eens vaker dan één keer. Soms misschien wel twee keer. En ik wil vol met YouTube aan de bak. En ik ga met Jacinta kanaaltje, ga ik haar ook echt goed helpen. En dan gaan we lekker veel doen aan YouTube. Eindelijk. Want ja, school is eindelijk even voorbij. Dus verwacht chille content. Vertel het aan al je vrienden. En zeg dat ze allemaal moeten abonneren. En tot de volgende keer. Later. Dat was zo'n harde val. Ik wilde je een kus op je wang geven, maar je draaide je half om en toen kuste ik je hier echt. Ah, jongens, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het gewoon niet meer.